VHP-parlementariër Roy Mohan heeft bijzondere aandacht van de regering gevraagd voor het gebrek aan drinkwater en de lage waterdruk waarmee verschillende gebieden te kampen hebben. Gisteren zei Mohan tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée dat met de aanhoudende droogte burgers uit diverse buurten steeds meer verstoken raken van drinkwater. Mohan ziet graag dat de dienst watervoorziening inkomt. We hebben vernomen van de minister Abiyamofo dat SWM bijna failliet is, maar laten we middelen vrijmaken dat burgers van ons, medeburgers van ons, voorzien worden van drinkwater. Zeker als we kijken richting rechteroever Kommewijnen, maar ook het gebied linkeroever Kommewijnen, Alkmaar, Zorgvliet en dergelijke, waarbij die mensen totaal afhankelijk zijn van regenwater. Ik vraag aandacht van de regering. Zijn collega Cheryl Dijksteel vraagt aandacht van de regering voor de ernstige brandlucht in Paramaribo Noord. De mensen in het gebied worden doodziek van de brandlucht. En we weten dat we een verouderde hinderwet hebben. We moeten kijken als parlement welke rol wij daarin kunnen spelen. Maar ik vraag van de uitvoering dat er harder wordt opgetreden tegen degene die die branden veroorzaken. Want mensen worden doodziek. Dus gaarne vanuit de uitvoering dat de mensen toch harder worden aangepakt. De brand op Noord is volgens brandweervoorlichter Olten Pinas ergens in het bos begonnen op Paramaribo Noord. De brandweer is nu nog bezig met nabluswerkzaamheden en verder onderzoek. Echter is de situatie nu volgens Pinas deels onder controle.